is het ook. Nee. Avontuur 2. Ja. En leg eens even uit, wie ben je en waar zijn we? Nou, ik ben dus Ilonka. We zijn in ons avontuur 2. Dat is ons tweede huis. Wij hebben dit huis in april vorig jaar gekocht. En nou is het niet helemaal waar, in september, maar vanaf april waren we daarmee bezig. En het was een oude dokterspraktijk. Langhorst! Ja, want dat is een hele bekende naam natuurlijk. Lang voor hem zat er ook een huisarts in. Ja, dat was een terreinje. Ja. En daarvoor was het een boerderij, zijn we achtergekomen. Maar dat wisten we allemaal niet toen we dit huis kochten. En voor ons was dit gewoon de kans om dichter bij de stad te wonen, om groter te wonen, om straks te werken aan huis, om eigenlijk alles wat in het andere huis ontbrak, is hier. Ja, je gaat me zo natuurlijk eventjes rondleiden. Ik heb de tuin net bekeken. Ja. De tuin is al fantastisch. Ja, die is super. Maar je zei ook, die boerderij vroeger, dat heette dan de Vallée Verte, de Groene Vallei. Ja. En dat is natuurlijk al heel feestelijk, maar dat was echt een boerderij. Hè? Ja. Dus met koeien en zo. Maar dan hebben we het over, tot wanneer is dat die boerderij geweest ongeveer? Tot rond 1950. Rond 1950 is dit hele pand geveild. En inclusief complete inboedel en hoe heet dat? Toen is het volgens de vergunning en zo die ik in het Zeeuws Archief heb gevonden, is het een dokterspraktijk geworden. We zitten nu in de ruimte waar jullie eigenlijk het drugs zijn bezig geweest, of is het bedankt? Nou hier zijn we inderdaad altijd bezig. Ik kan je wel laten zien dat dit is nieuw. Het is wel oud, het is gewoon uit 1900, maar het zat er niet in. Want hier zat een dubbele muur. Wat was dit de praktijkruimte waar we nu... Nee, dit was de woonkamer van de familie Langhorst. En hier had de dokter zijn consult. Dus hier haalde jij de morning after pill. Oké. Ja. Ja, nou ja, zo groot is dat dan eigenlijk niet, de voorkamer. Tenminste, nee. Een strakke vloer zit er ook in, zeg. Ja, die zit er nog maar net een week, hoor. Oké, dus wat strak is die? Ja. Ja, je zit natuurlijk aan de kop van de Zeisweg. Ja. Vlakbij Speel of Hogezaal. Ja. Die. Ja. Maar uiteindelijk willen jullie aan deze kant, van hiernaast zit dus eigenlijk nog een soort woning, toch? Waar, nou ja, het waar is, ik binnenkwam het is, net. Ja, dat is van oorsprong de dokterspraktijk, zeg maar. Ja, ja. Dus we kunnen daar naartoe lopen. Ja, dat is heel goed. Ja. Daar is de keuken. Nou, ik vind, die kunnen we dan ook gelijk even. Ja. En nu lopen we toch een soort rond. Dat is nu natuurlijk een soort daarbij. Hè? Ja. Maar wel lekker ruim en open. Dit was een lange gang. Dus die gang die liep door, daar was de achterdeur. Oké. Maar dat hebben we dus ingekort. En zo gaan we straks naar de werkkamer. Dat is de opkamer. Oké. En onder een opkamer zit altijd een kelder. En dat is ook zo. Dus er zit geen licht daar kan je, in. Maar daar kan je nog gewoon. Oh ja. Dan kan je prima wijntjes koud leggen. Ja, nou, dat is heel goed. Ja. Dat is heel goed. Ja. En hier stonden ook een aantal deuren, maar dat hebben we weggehaald. Ja, en dit is de wachtkamer. Dus ja, de wachtkamer. Bordje staat er nog op. En daar leven wij nu. Dus ja, kijk, daar zie ik ook inderdaad even de ogen testen. Ja, dat doen we regelmatig, toch, om even te checken. Ja, maar dat is wel fijn dat jullie dan hier even kunnen wonen, toch? Ja, zolang we aan het verbouwen zijn inderdaad, is dat heerlijk. En perfect. Ja, en waar je nu naar kijkt, waar je nu filmt, dat was de... daar zat de praktijkondersteuner. Oké. Dus dat was ook een... Dat is toch maf, hè? Ja. Dus en we hebben dit gekocht met alles erop en aan eigenlijk. Dus de wachtkamerstoeltjes stonden er nog. De folderrekjes met alle aandoeningen die je maar kon bedenken, die waren nog gewoon intact. Zij wilden er gewoon echt helemaal vanaf en eruit. Ja, daar zit dan ook nog een klein keukentje. Ja, hier zat de doktersassistent of receptioniste. Ja. Maar wat wil je dan uiteindelijk met het huis wat je nu bewoont of waar we nu zijn, wat wil je daar uiteindelijk mee doen? Dit wordt muziekruimte van de kinderen. Oké. En ik denk dat uiteindelijk de wachtkamer zal een soort chillhok worden of zo. Oké. Van de pubers. Maar het is echt best wel groot als je het zo bij elkaar optelt, toch? Ja, het is ook groot. Ja. Ja. We willen zoveel mogelijk weer in oude staat herstellen. En daar achter je, Edwin, kun je zien dat er... zie je dat wel? Oh ja, dat...
Dat is dan ook zo'n oude schuifdeur geweest, of niet? Ja. 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 Maar dus dat... het heeft er vroeger ook gewoon gezeten. Maar ben je nu bezig om dat terug te laten komen of ben je het juist aan het dichtmaken? Nee, dit moest even gesloopt worden in verband met elektra. Ja, want jullie zijn gewoon alle leidingen zo opnieuw aan het... Ja. 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 Kijk, nu hebben we de twee heren, maar wie is nu de heer des huizes? Hè? Dat is natuurlijk de grote hamvraag. Ja, dat ben ik. Ja, dat ben jij, hè? Ja, dat ja. moet wel. Hoi. Ja. Beter. Ja. Oh, ja. Ja, jij bent de grote klusser. Of, hoe is dat? Doen jullie dat helemaal samen? Ja, meestal wel samen. Ja. Ja. En we hebben wel hulp voor hier en daar. Het meest probeer je wel zelf te doen. Maar wat is jouw, wie ben jij en wat doe jij? Want je bent wel een echte Middelburger, maar we hadden elkaar volgens mij nog niet echt ontmoet. Ja, inderdaad, echte Middelburger, geboren en getogen. Ik heb aan de Oudvisserweg gewoond dan. Mijn moeder woont in Soeberg dan, dus daar ben ik ook wel grotendeels opgegroeid. En ik ben Joost en ik zit in de bouw. Oké, okay, oh, dat scheelt wel, ja. Ja, ja, dat scheelt. Ja, als wij voorbereiden op kantoor hoor, dus ja. Anders dan dit. Maar... Ja, maar dan weet je wel hoe het werkt. Ja. Maar je hebt er ook wel plezier in om te klussen, je vindt het, ja. Want het is, hebben jullie ook een soort berekening gemaakt van dan of dan moet het klaar zijn? Nee. Het is gewoon een soort vrije bal. Bewust niet. Ja, met drie kinderen, dan, wat de ruimte waar je nu in woont is dan toch weer relatief klein. En dit is heel groot, dus ik kan me voorstellen dat je er toch wel, dat je blij bent als je erin kan. Ja, precies. Ja. Ja, dan geef je elkaar ook wat meer ruimte, dat is soms ook nodig. Ja, dus, ja. En Ilja, Ilja van het Zeeuwse Giet zeg ik altijd maar. Ja, daar was ik toch ook verbaasd, want in mijn hoofd was je gewoon nog steeds een soort buurman van me in de buurt van de Herengracht. Maar jij woont hier dus nu op de Zeisweg. Ja, stilletjes. Ja, dus, wat happened? Wou je ook wat meer ruimte? Het moest wat groter. Ja. Maar wel in de buurt van de stad. Dus ja, maar jij bent goed aan het thuiswerken, begreep ik. Er zijn al drie kinderen uit voortgekomen. Ja. Dus het gaat goed hier. Ja, ik vind het grappig dat je hier zit, want toen ik voor het eerst contact had met Jolanka hierover, daar ging het ook over de geschiedenis. En daar zit ik ook graag in te graven, zoals je weet. Ja. Maar jij hebt ook al wat dingetjes opgezocht van deze plek. Ja. Er zijn weinig foto's, maar je weet er wel iets meer over te vertellen? Of? Ja. Ik woon hier dus een paar huizen verderop, dus ik heb eens even in de archieven gedoken wat er allemaal te vinden was. Het huis is in 1903 gebouwd. Okay. En hierachter lag een enorme lap grond die bij deze boerderij hoorde. Ja. Tot aan de Donburgse watergang aan toe de Griffioenstraat, dus dat hele stuk hoorde bij deze boerderij. Zo. En op dat stuk land is ook het Molukkenkamp op de muur in de jaren 50 gebouwd. Dus. Dat huis waar jij bent gewoon, is dat ook ongeveer van begin 20e eeuw? Of is dat weer ouder? Of? Nee, 354 is dat. Oké, want het heeft hier allemaal wel onder water gestaan vroeger, of niet? Ja, wel wat zout in de muur. Ja, kom je daar tegen als je... Ja. Ja. Ja, het is in ieder geval een fantastische plek. En nogmaals, dus als mensen dit willen volgen, dan kan het via Avontuur 2 op Instagram. Ja, zeker. Nou, dank jullie wel voor je toelichting en veel succes met de verbouwing verder. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hey, een muurtje van de andere achterburen. Maar dat is wel leuk. Ja. Goed, hier is het ook in de tuin, is het heel privé hoor. Ik zie ook niks. Ja.